Welkom bij Tour de La Salle. Mijn naam is Esme Nieuwelt en ik ben de rondemeester van 2016. Deze Tour de La Salle wordt voor de 62e keer gereden en de LOS was er alle vier de dagen bij. De eerste dag van de Tour de La Salle begon op Texel. De renners vertrokken neutraal vanaf Willemsoord naar de Teso. De Teso die gaf het startsein met de scheepstoeter. De dag is zonder problemen verlopen en we hadden er mooi weer bij. Hoe is het zo gekomen dat jij de mis bent geworden dit jaar? Vorig jaar reed ik zelf mee met de Tour de La Salle vrouwenwedstrijd bij de Kerkgracht. En daar stond ik te praten met Linda, de vorige tourmis. En toen waren de mensen die erover gaan hadden mij gezien. En die dachten van nou, misschien is het wel leuk om dit jaar een wielrenster als tourmis te doen. Dus hebben ze mij benaderd en gevraagd of ik tourmis zou zijn. Ben jij de eerste wielrenster al als tourmis? Nee, er zijn wel meerdere wielrenners geweest, zoals Tanja Itis en Rosalie Gijsnij. Die is nu wielrenster geworden, zeg maar door de Tour de La Salle. En nee, ik ben zeker niet de eerste. Hoe is de ronde vandaag gegaan? Want jij hebt langs de kant gestaan. Ja, klopt. Het was een harde ronde. Ze hebben echt heel hard gereden vanaf het begin al gelijk. Er was weinig wind, dus er kon hard gekoerst worden, waardoor er niet veel gaten zijn ontstaan. Dus dat is dan wel jammer. En de winnaar, was dat te verwachten? Ja, Rudy Vriend kwam van tevoren al naar mij toe om zich voor te stellen. Zodat ik eigenlijk al een beetje wist van, oh, dat is Rudy. Dus ik had wel verwacht dat hij ook wel podium zou rijden, inderdaad. Wat een leuk interview. We gaan verder naar dag 2. Er werd gestart vanaf Erfprins en het startschot werd gegeven met het kanon door de helderse Napoleon. Wat kunnen we morgen verwachten? Morgen rijden we over de dijk.
Dat is een ronde van ongeveer 3 kilometer. En ja, we hopen dat er wind komt, want dan gebeurt er misschien wat. Zaterdag begonnen we met een regenachtige dag in Huisduinen. De nieuwelingen dames, die tussen de 14 en de 16 jaar oud zijn, vonden het een zware koers. Het was aan hun gezichten af te lezen. Ja, en ze zijn onderweg. 22, 30. Kijk maar rennen! Gesprint hier. De eerste plaats is met nummer 18. Tweede nummer 5. Even kijken, met nummer 18 is het Eva Jonkers uit Staphorst gedaan. Wat bleven jullie lang bij elkaar, Eva? Ja, mijn tempo lag wel hoog. Dus het was gewoon goed samenwerken. En dan wordt het een kleinere groep. Maar met dit parcours ga je met meer, kom je beter uit. Op welk moment dacht jij van, ik ga het maken vandaag? Nou, ik dacht eigenlijk dat ik wel te vroeg zat, omdat er best wel wat sprinters bij zaten. Maar ik zat tussen de huisjes zat ik al op kop. En toen gewoon voluit naar boven en toen lukte het. En op de eerste plaats heeft ze krijgt een daverende ovatie natuurlijk, Eva Jonkers. Na de nieuwelingen dames was de B-categorie aan de beurt. Er was veel materiaalpech en veel lekke banden. Verder is de koers soepel verlopen. Ja, en daar zijn ze onderweg en daar staan we weg op de tweede. We'll be right back.
één man wil springen, die pakt de etappe. En die pakt die vol Martijn Ettema. En dan krijgen we Jasper Mel met nummer 80. Een ijzersterkste zijn ze bij de kompanen Stefan van Springen. Ja, in de kussen Stefan van onze rondemis. Bij de A-renners was er een ernstige valpartij. Er waren meerdere renners bij betrokken en 3 renners moesten naar het ziekenhuis gebracht worden. De koers werd stilgelegd en daarna geneutraliseerd herstart. Ja, we zijn onderweg. Ja, op zich waren we met z'n tweeën vooruit, we hadden 30 seconden voorsprong. En ja, op zo'n moment heb je maar één ding in je hoofd, en dat is de overwinning. En op een gegeven moment komt de motor voorbij die zegt stoppen. Ik denk, ja, stoppen? Hallo, ik ga hier voor de winst. Dus toen hoorde ik dat er heel ernstig ongeluk geluk was gebeurd. Dus zijn we uiteraard gestopt en ik hoop dat het goed gaat met degene die gevallen zijn. Boos op de jury, vertel. Nou, boos op de jury, dat gaat op zich gaat het mij niet zo heel erg aan. Het is een beetje jammer voor de mensen die strijden voor het geel. Dat de jury een beetje uitblinkt in onkunde, als je mij vraagt. Waar zit die onkunde in volgens jou? Nou ja, kijk, een kip zonder kop kan begrijpen dat de koers wordt platgelegd, is helemaal terecht. Er komen ambulances, het was een hele verschrikkelijke, lelijke valpartij. Dat de koers wordt stilgelegd, helemaal terecht en dat moet je ook doen. Een kip zonder kop kan begrijpen dat als er een kopgroep is, die heeft een bepaalde voorsprong, die wordt met regelmaat gemeten. We staan hier allemaal stil. Dan moet je met een herstart ervoor zorgen dat je hierboven of ergens vanaf een vast punt start, 25 seconden wacht en dan het peloton erachter laat rijden. En niet zomaar willekeurig een beetje laten rijden. En ze worden er hierboven worden ze gewaarschuwd door alle renners. En dan zeggen ze ja en amen en ze laten het gewoon in beloop. En ik vind het een hele kwalijke zaak dat
er, kijk, het verhaal gaat straks in de ronde dat de Tour La Salle een belachelijke koers is. Maar de Tour La Salle die huurt de KMU in als professionele organisatie die niet op veel momenten hoeft in te grijpen, maar eigenlijk alleen op momenten dat het ertoe doet. En eigenlijk blijkt maar al te vaak dat als het ertoe doet, dat de KMU de verkeerde beslissingen neemt. En ik vind dat zonde en ik vind het een hele kwalijke zaak voor een professionele organisatie die je in moet huren. De winnaar vandaag hier in Huisduin, Kees Pannmeijer. We staan bij de finish van de derde etappe van de Tour de La Salle. We staan bij de jurybus, de prijsuitreiking is net geweest. Het was een bewogen koers, er waren valpartijen geweest, waardoor de ambulance moest komen. Het peloton werd stilgelegd, maar de kopgroep die mocht doorrijden. Er gaat nog veel over gesproken worden. Er waren ook veel lekke banden, waardoor de neutrale wagens het druk hadden vandaag. Het kwam vaak door de regen, de steens blijven plakken over de dijk. Steens blijven plakken aan de banden, dan rijden mensen vaak lek. Gelukkig is iedereen wel weer bijgekomen en we hebben zin in morgen. Op zondag was het voor de nieuwelingen meisjes weer een regenachtige dag. Kopgroep kwam los van het peloton en zijn los van het peloton ook over de finish gekomen. Zes koplopers. Maaike van der Duin, nummer 1 vandaag. Hoe verrassend was dat voor jezelf? Het is natuurlijk altijd verrassend, want je moet er heel hard voor werken. En gisteren was er ook wedstrijd. Nou, en toen was ik 7e. Dus ja, het is allemaal heel erg aan elkaar gewaagd. We geven een luid applaus. Maaike van der Duin. Bij de B-renners was het gelukkig weer droog geworden. Het zonnetje kwam ook een beetje door. Er is helaas wel een valpartij gebeurd, waardoor een renner van Solex Verhuur zijn elleboog flink heeft geblesseerd. Zat ik het vrij van achter, een beetje te kijken hoe het allemaal ging. En ik zat met Minko Sun te praten. Ik zeg tegen Minko, wat denk jij, het blijft aan elkaar of niet? Hij zei, ja, ik denk het wel. Ik zei, ik vertrouw op jou. Ja. Dus nogal een keertje weggereden, een keer met de groepie. Maar niet te moeilijk gedaan. En toen op een gegeven moment moest ik nog 4-5 ronden. Ik denk, van voren blijven. En als ik als eerst door die bocht heen kom, dan komt het wel goed. Ja. Is dat dan een van tevoren afgesproken plan? Of zeg je van, het komt zoals het gaat?
Ja, je probeert wel goed van voren te blijven en door die laatste bocht als eerste te komen. Ja, het is wel moeilijk, maar ja, als het dan lukt, dan is het wel goed natuurlijk. Ja. En op de eerste plek, hij rijdt al als een speer het hele seizoen. Eindelijk boven het bovenste treetje. En we geven hem een luid applaus, John van der Water. Ook de A-renners starten met mooi weer. Sam Boom in de rode trui en Rudy Vriend in de groene trui zijn flinke favorieten om deze koers te winnen. Motor oprijden, jongens, even rustig aan. Rij maar, dat kan hier wel. Stond ik even niet op te letten. Die pakt weer een puntje van die leidersprijs. De man met nummer 93. Kijk er eens even om. Gaat er ook wat gebeuren? Robert Schaaf gaat hier bij in zijn wiel. Dat is natuurlijk geen... En meteen weer een mannetje erbij van de aangeleid BHK-formatie. De mannen van de Spokane Frank. Ah, we gaan die weer door in die zin. Is een wiel Melvin Bos, Chamban. Dat zijn de mannen waar we de hele week al over horen. Ja, Sam Boon. Ja. Hij heeft het geflikt. Ja. Waar haal je het vandaan, man? Ja, ik weet niet. Gisteren heb ik flink gebaald. Ik heb een paar biertjes gepakt. Goed feestje gepakt. Lekker geslapen. En ik dacht, vandaag zien we het wel. Melvin Bos, ja. Waar ging het mis? Mis. Op een gegeven moment ontstaat er een kopgroep. En ik zat daar niet bij. En op een gegeven moment zaten daar Marvin en Sam, die zaten er wel bij. Ja, en dan miste ik even twee sterke mannen om mij heen, zeg maar. Dus dat is dan een beetje jammer. Kijk, dat Sam dan uiteindelijk de winst pakt voor de ploeg, dat is gewoon een goed resultaat. Dus wat dat betreft is de doelstelling natuurlijk bereikt. Ja, maar op het moment dat je binnenkwam, zag ik je toch tegenover je ploegleider Henk Fukema wat gebaren maken. Ja, dat klopt, want wij worden vijf rondes voor het einde eruit gehaald. En dan is de vraag welke tijd telt. En in de eerste plaats van de Spartaan, die hadden gisteren een slechte dag om het zo maar te zeggen. We geven hem een luid applaus, heeft het verdiend, Robert Schaap. We hebben ook een kijkersvraag binnengekregen. Wat doet de Tourmis nou precies? Nou, eigenlijk heb ik best wel veel taken. Ik deel de truien uit van tevoren van de wedstrijd. En ik deel de prijzen uit en de bloemen natuurlijk. Ik geef meerdere keren het startschot bij de jeugd, bij de dames, bij de A en bij de B. Ook loop ik constant rond om te praten met de renners en natuurlijk met het publiek. En ook rijd ik in de auto achter de peloton aan. Het is ook om de auto te promoten, maar ook omdat het gewoon super vet is om te doen. Ik ben zeer benieuwd wie de Tourmis van volgend jaar wordt en ik wens haar heel veel succes. Wat er ook vaak gebeurt is interviews, zoals nu zit ik hier bij de televisie. En bij de LOS heb ik meerdere interviews gegeven op de radio.